we gaan voor de derde keer op rij de bootshow Hollandse Plassen organiseren. Ja, wat ik kijk, dus eigenlijk is dat een open deur. Hè. Wat heeft de sloepliefhebber aan een mooie bootshow? Nou, dat is, het is gewoon altijd gaaf. En ik bedoel, ik spreek uit ervaring. Om je even weer opnieuw te laven aan wat er allemaal op dit moment in de markt te koop is. En dat betekent niet dat je meteen alles moet kopen, hè, maar gewoon het even zien weer van wat gebeurt er nou, wat zijn de nieuwe modellen, zijn er nieuwe kussens, is er een nieuw aandrijfmechanisme, is het überhaupt een heel nieuw model op de markt. En daar even gewoon weer een uur, anderhalf uur doorheen lopen, daarna even een glaasje wijn of een alcoholvrij biertje of iets dergelijks. Maar gewoon even dat watersportgevoel ophalen, ja, dat laat ik zo zeggen, ik kijk er naar uit. Het mooie is, we gaan in het weekend van de bootshow, gaan we eigenlijk het feest vieren. Campers Watersport, 50 jaar. En we zijn daar volop in voorbereiding. En dan mag ik van Bart naar foto's kijken van hoe het vroeger was. Hoe klein, toch ook een klein beetje ouderwets. Dat je naar boottypes kijkt, dat je denkt, wat was dat? En zou dat überhaupt nog kunnen drijven? En dan eigenlijk de blik vooruit naar de prachtige showroom waar... die Bart nu heeft, de jachthaven, waanzinnig mooi en modern. En al die stappen die hij in al die jaren heeft mogen zetten. Uiteraard onder inspiratie van zijn vader. Ja, en dat gaan we uiteindelijk op de zaterdagavond van 24 juni vieren met een heel groot feest. 50 jaar Campers Watersport. Een feest is natuurlijk geen feest als er niet een goede band komt. Dan ga ik niet de naam verklappen hier, want uiteindelijk moet je dan maar gewoon voor langskomen. Maar het belooft gewoon een waanzinnige mooie feestavond te worden. Uiteraard beginnen we met een DJ. En daarna komt er een live act waarbij echt wel de voetjes van de vloer gaan. Er is goede catering, er zijn lekkere happen, er is drank. En er zijn gewoon heel veel mensen uit de watersportwereld. En dat zorgt ervoor dat we gewoon een hele mooie avond gaan vieren met elkaar. Aankomend jaar zullen er naar verwachting 40 schepen liggen in de jachthaven. En het leuke is, daar liggen een aantal partijen die we wel kennen, want die liggen er al een aantal jaar. Maar ook dit jaar zijn er ook weer nieuwe merken die eigenlijk in de bootshow stappen. En als ik er dan één mag noemen, Weco van Olympia Yacht Charters. Kijkend naar campers, de gastheer van het evenement komt met een nieuwe boot, is nog niet op een Nederlandse bootshow geweest. De Alpha Street, elektrisch aangedreven. Ook een boot die je eigenlijk voor het eerst echt pas daar kunt gaan zien in het water. En wat je nu ziet is dat er eigenlijk elke sloep of tender die je wilt bestellen of die je wilt bevaren ook in elektrisch al beschikbaar is. Dus in plaats van dat we echt een aparte plek gaan creëren van nou hier liggen alleen een aantal elektrische boten, zie je dat binnen de bestaande exposanten modellen elektrisch uitgevoerd worden. Resumé, bootshow, Hollandse Plassen. Dit jaar 23, 24 en 25 juni. Campers Watersport in Asmeer. En wij vinden het leuk om te weten, als je komt, dan kunnen we namelijk rekening houden daarmee. Dus registreer je even via de site. De kaarten zijn uiteraard gratis. Dat kan ook gewoon bij de deur, want je bent meer dan welkom. En doe je het van tevoren, dan weten we zeker dat je komt. Als gezegd, het is een feestweekend, dus er worden wat dingen ook weggegeven. Dus laat dat dan helemaal de reden zijn om te komen. Ik zie je daar, tot dan.